kunnen dat tegen een bijzonder goede prijs huren. En wij hebben een contract voor een jaar met de optie op volgend jaar. En dat betekent dat wij voorlopig hier onze stek hebben. Maar uiteraard zullen wij naastig kijken naar een definitieve, ruime locatie, misschien wat verderop in dit gebied. Wij zijn dus ontzettend blij dat deze locatie voor ons ter beschikking is. De boten liggen erin. In het midden komen nog wat stellingen waar nog wat boten bij komen. Er moet hier en daar nog een deurtje gemaakt worden. Er moet nog wat geverfd worden. Er moet nog veel opgeruimd worden. Er moet nog wat aangelegd worden. De idee is om op die containers een prachtig terras te bouwen. Met op dit soort dagen een losse tap daarop. Met een trap over om erop te komen. En nog niets is mooier als onder het genot van deze zon te kijken naar de mensen die sport bedrijven. Want om alle misverstanden te voorkomen, het gaat uiteindelijk om die sportieve prestatie. De kleuren van de vereniging zijn vastgesteld. U ziet ze op de paddles. Wit met een ruis. En er is één handicap. Enkele bestuursleden weten niets van roeien af. U ziet hier één voor u. Ik geloof dat het palen zijn. De palen zijn dus gereed. Het is zo dat na het waterlanden van de boot is er gelegenheid om enkele mensen, denk ik aan Guus, maar denk ook Peter van der Mark en andere mensen die ideeën hebben over roeien, dat die graag met iedereen willen praten over training, coachmogelijkheden, het samenstellen van ploegjes. Want, dat kan ik u wel verzekeren, 28 september is de opening, maar wij dagen nu al onze regio-concurrent, de roeivereniging De Eem, uit om met ons de paal in het water te steken en we zullen ze dan vernederend verslaan. Ik vertrouw dus op de eerste kwalitatief hoogwaardige club van Hemus, die 28 september de trend zet voor de nieuwe regio-toernooi. Ik hoop dat we met z'n allen ongelooflijk veel roeifestijn hebben bij de roeivereniging Hemus. Nogmaals, ik hou het hierbij, want 28 september is een hele grootschalige opening met veel officials en veel publiek en hopelijk heel veel roeigenot. Nogmaals, ik wou het hierbij laten. Mag ik de geselecteerden verzoeken op een voorbeeldige wijze het gevlagde vlaggenschip het water in te dragen? Aan de zijn er ook steeds kopieën niet uit, weet je nog wat er met ons wordt. Zeker bij de poep dat water. Nee, hij kent de boot. Dat is toch? Blikje bij je. Opening op hoog. Ik moet ligging beoordelen. Ik wist dat ik kan. Guusje, kom op. Ja, Guusje. Guusje, kom op. Guusje, in je eentje, joh. Guusje, kom op. Deze, ja. Niet moment. Wat er nu gebeurt, dat is omdat iedereen verschillend in lengte is, dat er wat bestelmogelijkheden in zo'n boot zitten. En dat zijn we nu aan het afstellen, dat is het voetenbord. Dat zit in een railtje of dat zit soms met wat pennetjes. En dat kan je over een afstand van ongeveer, nou zoiets,
kan je dat verschuiven. Nou, en als je dan wat langer bent, dan zit je dat voetenbord helemaal naar die kant toe. Als je wat korter bent, zit je het meer naar die kant. De instructeur zal in de toekomst daar vast een heleboel over vertellen. Ja, maar dat gewoon op het einde van het bord. Klaar? Slag klaar. Light pedal halen. Slag klaar. Af. Daarvan gaat het nog steeds goed. Ja. Het tweede is niet over de man. Kom op met die pedal! Plots. Ik zal wat vertellen over de boot. Ben je daar nog niet weg? Zet het nog eens keer. Nee, ja, daar is een opening. Ja, lekker. Koffie. En ja hoor, anders zit ik nog de hele nacht. Gisteravond hier gaan zitten. Wat doe je? Wat Wat zie ik? Cognac in de koffie. Welkom in Nederland. En hoe was het daar? Ook zo'n zoon, postbus 1407. Maar ja, een beetje zo. Hey. En de vastleen in de kleur op de club, hè? Het haar ook. Ik kan nog veranderen, hey. Zeg maar steeds. Maar ja, nu met dit weer, wat met mijn haar. Hey. Heel bijzonder. Ja, ze staat misschien niet zo stap. Zingen, ja. En heb je dan wel een
zag je het gebeuren, Peter? Ik heb het niet gezien. Ze lieten riemen los. Ze gingen naast het eerst vrij rustig en werd het wat overmoedig. Duidelijk een geval van overmoedig. Toen werd de slaap het ging te goed. Ja, het ging te goed. En toen, ja. Toen eigenlijk. Het ging zo snel. Een live reportage van. Het ging behoorlijk snel, maar. Van niet expres. Nou, ze raakten niet in paniek of zo.